Goedemorgen is het, hè? Ja. Ja, we zijn hier vroeg op de ochtend te gast bij Ton van Schie van Voedselbank Haaglanden. Ja, welkom. Ja, dankjewel. We hebben net een bak koffie genomen en staan hier in een loods met allemaal voedingsmiddelen. Zou je misschien iets kunnen vertellen over deze locatie? Ja, je bent op de locatie van het distributiecentrum Voedselbank Haaglanden aan de Bomaweg in Den Haag. En we staan vandaag bij de producten die we de komende week gaan uitdelen. Gisteren is er een heleboel producten, met name kerstproducten, hebben we gelukkig aan de mensen, klanten van de Voedselbank kunnen uitdelen. En in Den Haag hebben we daar 17 locaties voor. Hier wordt alles klaargemaakt, wordt met auto's naar de uitdeelpunten gebracht. En daar zorgen andere vrijwilligers er weer voor dat de mensen hun pakket mee krijgen. Er zijn wat berichten in de media geweest dat steeds meer mensen afhankelijk worden van de voedselbank. Er werd zelfs al gesproken over ZZP'ers. Merkt u daar hier iets van? Ja, we merken dat meer mensen gebruik gaan maken. Het afgelopen jaar is er een groei van circa 10% geweest. Hier en in Nederland is dat zelfs nog iets groter. Ook ZZP'ers, die hebben we soms een kortere periode. Want zodra ze weer aan het werk, een stukje werk hebben, Dan zie je ze weer even niet. Tegelijkertijd is dat ook weer een klacht van een heleboel andere klanten. Van, kijk, die kerel die komt wel met de auto zijn pakket halen. Maar als die